In gesprek met de burgemeester. Begint nu op N1. N1. Burgemeester, u liep in de Polonaise bij de Special Olympics. Ja, vrijdagavond toen Frans Bauer begon te zingen, toen was er geen houden meer aan en ik meende in de Polonaise. Ja, je bent Limburger of niet uiteindelijk. Hè? Ja, het zit in de aard, hè? Het gaat nooit meer weg. Prima. Nee, serieus. Mooi evenement? Ja, super evenement. We hadden er al hoge verwachtingen van en dat is ook uitgekomen. Gewoon hartstikke leuk om te organiseren. Heel veel mensen bij betrokken. Ook een hele dankbare groep sporters waarvoor je het doet. Dat begon al donderdagavond, moet ik zeggen. Hè, toen het Olympisch vuur in Wijk, Nijmegen, en de dag erop in Groesbeek kwam. En ja, die opening de rest van het weekend. Het leukste is, merk je nog wel aan het weer. Hè. Er zijn natuurlijk wel wat regenbuien geweest, maar daar heeft niemand zich druk over gemaakt. Het was gewoon fantastisch. Ja, het is natuurlijk een evenement. Daar moet een soort van lobby voor gevoerd worden, kan ik me voorstellen. Is dat in zo'n geval ook? Ja, je moet je echt serieus naar voren werpen. Je moet bijvoorbeeld een bidboek maken waarin je beschrijft hoe je het wil organiseren. Hoe ziet je organisatie eruit? Wat van geld wil je erin stoppen? En dat moet ook wel, want denk alleen al aan die vrijwilligers. Dat zijn er vele honderden, ik weet uit mijn hoofd niet zoveel. Die via al die sportverenigingen uit, Groesbeekse uit, Wiegens en het Nijmeegse geleverd moeten worden. Dat moet je allemaal organiseren en dat moet je ook kunnen aantonen. Dus we waren ook heel erg blij dat 2 jaar geleden, want zo lang is je voorbereidingstijd, tot ons is toegekend. Ja, en zo'n evenement, dat kost een zeker bedrag. Is het dat waard, behalve het feit dat het heel dankbaar is, zoals u wel zegt? Nou kijk, voor die paar ton, want daar hebben we het over. Ja, er zijn dagen dat ik het niet heb en geen misverstanden. Maar dat doe je dan met 3 gemeenten, samen met de organisatie. Als je ziet wat je daarvoor organiseert. Duizenden sporters die komen met hun begeleiders erbij. Al die mensen die erop afkomen. Fantastisch. Ik bedoel, dat is het meer dan elk duppie waard. Je organiseert niet alleen een mooi evenement voor die sporters. Maar het is ook een mooie manier om te laten zien hoe we hier in deze regio echt een inclusieve stad en een regio willen zijn, dat iedereen mee kan doen. En wat ook heel belangrijk is, het betekent ook iets voor de verdere ontwikkeling van sport voor geestelijk gehandicapten. Mm-hmm. Omdat je de verenigingen die er nu bij betrokken zijn, die kunnen zich op een mooie manier laten zien. Ik denk bijvoorbeeld zelf aan korfbalvereniging Keizer Karel. Die hebben zich, denk ik, ik was daar zaterdag even, dat zal ook voor anderen gelden, maar daar was ik dan toevallig zaterdag. Die hebben zich op een geweldige manier in de kijker gespeeld. Ja. En kunnen daar hopelijk ook in de komende jaren hun profijt van trekken om bijvoorbeeld nieuwe leden te krijgen. Dus het is ook een stimulans voor de sport. En het werd ook beloond, hè? Want u heeft nog een lintje uitgereikt zondag, ook in het kader van de G-sport. Ja, dat was heel mooi om Mathieu Verstappen op bij de hockeyclub, om daar op zondagmiddag te zijn. We hadden het echt uitstekend getimed, want toen ik de koninklijke ontscheiding ophield, was het weer droog. 5 minuten later hadden we weer een klassieke Engelse shower en het heeft de pret niet gedrukt. Ik vond daar ook wel mooi op het eind, onder het gezang van We Are The Champions, niet alleen de gouden winnaars, maar eigenlijk alle deelnemers bij elkaar op het erepodium stonden. Dat kan bij zo'n evenement en iedereen vindt het ook prachtig. Inclusieve huldiging zelfs dus. Fantastisch, zo is het ja. Goed, over naar de politiek. De zomernota was afgelopen woensdag natuurlijk actueel. Kunt u eens uitleggen wat de rol van de zomernota is in de stad als Nijmegen? Kijk, bij een begroting zoals een gemeente moet maken, en in onze stad gaat dat toch al, zit dat in orde van grootte van vele 100 miljoen, hè, zo'n 800 miljoen gaat het wel om. Die moeten wij in het najaar maken met het oog op het jaar erop, zoals dat gaat. Wat we eigenlijk in die zomernota doen, is eigenlijk een soort voorbeschouwing te geven van dit zijn de grote keuzes om dat vele geld op een rij te zetten. En waarom doen we dat dan eigenlijk, zoals de naam zegt, nu al, hè, dus vlak voordat de zomervakantie begint, omdat wij ook duidelijkheid moeten geven. Bijvoorbeeld aan verenigingen, instanties die subsidie kregen, die moet je duidelijkheid geven. En als wij pas ergens in begin november die begroting vaststellen en er zouden dan nog wijzigingen komen, ja, dat is natuurlijk best lastig als je bijvoorbeeld afhankelijk bent van subsidie. Dus wat wij nu al aan de Raad eigenlijk vragen als college, om instemming te geven van dit is de grote koers, zo ziet het eruit. Dan heeft de Raad natuurlijk nog altijd de mogelijkheid om dingen aan te passen als de begroting komt. Er kunnen altijd nog actuele wijzigingen zijn. Maar dan kun je er wel op vertrouwen om dat voor te brengen. Dat kost gewoon vrij veel tijd. Als je bijvoorbeeld pas echt in november dat debat zou voeren en je moet dan nog hele ingrijpende wijzigingen doen, ja, dan gaan er echt dingen mis. Ja. Dan heb je het niet allemaal per 1 januari gereed. Maar het is niet meer dan dit, een voorbeschouwing.
voor sorteren is misschien een beter woord, op wat uiteindelijk de begroting gaat worden. Maar het is wel bindend in principe, hè? Het stuk wordt... Ja, nou ja, goed, je bent niet verplicht om het te doen, laat ik het zo zeggen. Nee. Alle gemeenten doen dat wel, wij noemen het zomernoten, de ander noemt het perspectiefnoten of voorjaarsnoten, what's in the name zal ik maar zeggen. Maar je bent het niet verplicht. Nee, het enige echt verplichte is een begroting maken en natuurlijk het jaar erop moet je ook verantwoording afleggen wat je met die centjes hebt gedaan in de jaarrekening. Maar het is wel heel bepalend, om de reden die ik net aangaf, als je dat niet doet en de raad, die dat volste recht natuurlijk heeft, zegt van nee, wij willen een andere type begroting. Ja, dan wordt het wel kort dag om per 1 januari iedereen goed te informeren en alles goed op streek te hebben. Ik bedoel, met alle respect, we hebben het hier niet over een kleine buurtclub die een paar duizend euro moet versleutelen. Dit gaat om heel veel geld wat we namens de belastingbetaler beheren. En dat moet dus op een zorgvuldige manier worden voorbereid. Die nota is geschreven op thema. Verschillende thema's in de stad. Waarom is daarvoor gekozen? Bij de aanvang van de nieuwe gemeenteraad in 2014, toen hadden we al op basis van de ervaringen van de vorige gemeenteraad, heeft de raad is bij elkaar gezeten, het college ook, en toen hebben we zitten nadenken van we hebben allerlei verschillende programma's, economische zaken, sociale zaken, veiligheid, u noemt het maar op, allemaal die thema's. Maar wat laat de werkelijkheid is natuurlijk niet zo dat die zich precies verhoudt zoals de gemeentelijke begroting is ingedeeld. En we hebben toen met elkaar gezegd, nou, we moeten eens kijken of er een aantal thema's zijn die dwars echt zeg maar, door die beleidsvelden heen gaan en waar je op wil sturen. Nou, eentje heeft bijvoorbeeld te maken met duurzaamheid. Een ander gaat over regionale ontwikkeling. Dat trekt zich niks aan van verschillende beleidsvelden. Maar ze zijn wel heel erg belangrijk voor deze stad. Wonen en zorg, dat waren belangrijke thema's waarvan in 2014 gezegd, nou, daar moeten we eigenlijk op sturen. Dus wat we doen met die thema's is zeggen van, nou, je hebt al die verschillende beleidsterreinen, maar op die bepaalde thema's, dan brengen we de dingen samen, zodat we ook gericht op die grote maatschappelijke opgaven, althans waar wij als gemeente mee te maken hebben, kunnen sturen. Moet het regionale, lokale politiek ook herkenbaarder maken op die manier? Als het goed is, wel. De keuze is ook gemaakt door de gemeenteraad. Ja. Niet door mij of het college, maar de gemeenteraad bepaalt die thema's. Kijk, een thema maakt natuurlijk niet dat iedereen met elkaar eens is. Iedereen kan verschillende en heeft ook verschillende opvattingen hoe je met wonen en zorg zou moeten omgaan. Of hoe vind je nou dat je in de regio moet samenwerken. Maar de raad was het wel met elkaar eens. Ja, dit zijn wel de thema's waar in ieder geval de komende 4 jaar het om gaat. Dat kan dus ook betekenen dat over 2 jaar, dan hebben we weer nieuwe verkiezingen gehad, er andere thema's komen. Of dat er een thema afvalt en daarvoor een ander een plaats komt. Met andere woorden, je moet ook kunnen inspelen, dat kan ook door deze benadering, op de actualiteit. De actualiteit van wat is nu de komende jaren aan bod. In onze stadsvisie wat over hebben ook nog een lange termijn. Dan heb je het echt over 10 jaar verder kijken. En deze thema's pak je eigenlijk elke 4 jaar is de bedoeling, pak je die thema's waarvan de raad zegt, ja, die zijn nu aan het snee. Is dit ook, u noemt het al halverwege de termijn van de raad, is dit ook, en ook van het college, is dit ook een soort tussenbalans? Is dit ook een soort terugblik? Ja, we hebben in de inleiding op de zomernota als college daar wel wat zaken over gezegd. Kijk, onwillekeurig, en dat vind ik zelf in ieder geval heel gezond, ga je als je op de helft van de rit van iets bent, in dit geval 2 van die 4 jaar, toch al even kijken van, hé, wat heb je gerealiseerd en wat moet er nog gerealiseerd gaan worden? Maar het is in de eerste plaats natuurlijk een voorbereiding op die begroting. Dus de teksten die ook staan over wat is gerealiseerd en wat gaat er komen, moet die ook in dat licht zien. Ja, voor het overige is de beoordeling van de gemeenteraad, hè, of ze het daarmee eens zijn of niet mee eens zijn. Goed, iets anders. We hebben last van hoogwater. Althans, als je door de regio rijdt, dan zie je het overal dat er ondergelopen weilanden zijn. Hoe verhoudt zich zo'n onderwerp, of hoe speelt dat bij u als burgemeester? Nou ja, het hoogwater is op dit moment vooral bepaalde delen van onze regio. In Nijmegen zelf is dat nog relatief beperkt, vooral overlastgevend. Ja. Hè? Het is niet zo dat we grote risico's hebben met hoogwater, waardoor je onwillekeurig gaat denken aan de jaren 90. Wat het ook laat zien, en daar reken je niet op in de zomer, dat is denk ik het verrassende wat we nu meemaken, is dat onze spiegelwaal, de Nevengul, nu al zijn functie bewijst. Ik had
Pas geleden een gezelschap van wetenschappers uit, uit Europa die even hier te gast waren. Er werd ook die vraag gesteld van wat doen jullie eraan? En toen kon ik ook mooi antwoorden. Nou ja, nu kunnen jullie naar de Waalkade hier lopen zonder dat je gelijk natte voeten hebt. Maar zonder die nevelgroot was waarschijnlijk die kade, zoals we dat altijd gewend zijn geweest, veel forser ondergelopen dan wat nu. We hebben natuurlijk nu wel wat last gehad bij de brug. Maar ja, dat, als je het vergelijkt bij wat er voorheen aan de hand zou zijn geweest. Mm-hmm. Het verrassende is natuurlijk vooral dat het nu in de zomerperiode is. En nou ja, goed, dat heeft natuurlijk van alles te maken met dat we al weken, ja wat zeg ik, maanden heel veel water ook via de Rijn, de lof van de regen hier toegestroomd hebben. En dat merk je in dit gebied. Ja. Toch is er een horecaondernemer die had gewild dat die spiegel wel nog net iets langer en dieper was uitgegaan. Ja, 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 je doelt op de kaai. Ja, dat is heel erg vervelend dat dat zo gaat. En nogmaals, niemand van ons, hij zelf ook niet, rekent erop dat je midden in de zomer nog die hoogwateroverlast hebt. Dat is natuurlijk iets waar je, als je een evenement organiseert in deze periode van het jaar, niet vanuit gaat. Maar ja, denk ook aan de orkestorganisatoren die natuurlijk wel last hebben gehad van heel veel water op organisaties. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat het allemaal nog meevalt. Het meeste heb ik toch wel te doen met bijvoorbeeld de agrariërs of mensen wie straat voor de zoveelste keer de kelder is ongelopen. Dan heb je echt natuurlijk heel veel schade ook. Heeft zo'n ondernemer ook met u contact gezocht daarover? Of, Nou, we hebben nog niet persoonlijk contact gehad. Hij heeft zelf wel een goed contact met de gemeente. Dus ook nadenken van wat kun je even tussentijds doen. Ja, het is voor het overige zoals het is. Het is het risico van het vak. En ik hoop dat we nu ook met de vierdaagse opkomst, dat we toch het merendeel hebben gehad. Zodat niet alleen hij, maar ook de anderen natuurlijk gewoon hun evenementen kunnen organiseren. Laten we wel wezen, een regenbuitje is heel erg gezond en heel erg goed. Als je voortdurend dat water hebt, dat maakt het natuurlijk, ook al kan het evenement doorgaan, natuurlijk niet zo heel erg leuk. Maakt er niet gezelliger op natuurlijk, hè? Nee. Goed, u maakt het bruggetje zelf al. De Vierdaagse, de 100ste, we hebben het hier aan tafel al een paar keer erover gehad. Ja. Nou ja, het is echt bijna zover inmiddels. Er klaar voor inmiddels? Ja, in zover je er klaar voor kunt zijn, maar laat ik zo zeggen, ik verheug me er wel heel erg op. Je merkt in alles dat die 100ste veel meer doet dan eerdere edities. Het is altijd rond deze tijd van het jaar, dan begint het bij mij wel te tintelen. De week ervoor, dan zie je het ook langzaam hoe dingen worden opgebouwd, tribunes komen, de stad wordt ingericht. Maar dit jaar hebben we natuurlijk een aanlooptijd die al veel langer gaande is. En ik denk dat als we in die week voor de Vierdaagse zijn, dat het ook wel zoiets is van laat het nu maar beginnen hoor. We hebben ons meer dan lang genoeg op kunnen voorbereiden. Het heeft natuurlijk ook die 100ste Vierdaagse zoveel extra aandacht. Er wordt al weken over gesproken, ook op televisie en radio. Merkt u dat ook? Ja, absoluut. We merken echt nu al aan de verzoeken van media. Dat is veel meer dan de voorgaande jaren. En ik weet zeker als u die vraag zou stellen aan de Vierdaagse organisatie en ook de Vierdaagse feesten, dat die hetzelfde antwoord zullen geven, want daar hebben we het onderling over gehad. Nee, dit gaat inderdaad heel veel overtreffen. Ik begrijp dat vrijdag van de intocht zelfs de bedoeling is dat de NOS de hele dag in de lucht is met opnames, met reportages. Dus het wordt nog veel meer dan voorgaande jaren een mediaspectakel. PR voor de stad? Ja, zonder meer. De Vierdaagse, dat weten we, het onderzoek is het meest belangrijke en toonaangevende evenement waar ook de meeste niet-Nijmegenaren de stad aan herkennen. En dat zal na dit jaar zeker niet minder worden. Even de zakelijke kant ervan, want dat gaat natuurlijk toch iedereen zich afvragen. De veiligheid is een belangrijk item natuurlijk. U zult daar helemaal geen details over delen, kan ik me voorstellen. Maar hoe staat het ervoor? Moeten we ons zorgen maken? Kunnen we toch lekker op stap met de Vierdaagse? Hoe moet ik het zien? Dat kan iedereen zeker. Het is wat dat betreft niet echt anders dan voorgaande jaren. We hebben natuurlijk al jaren dat we in heel Nederland, dus ook hier, extra waakzaam zijn, met name op de mogelijkheid van terroristische aanslagen. Dat is dit jaar niet anders. Maar dat is niet hetzelfde dan dat je kunt zeggen, hey, moet je nu concreet iets verwachten bij de Nijmeegse Vierdaagse? Daar hebben we ook niet echt een serieuze indicatie voor. We zijn altijd voorbereid op wat kan gebeuren. Vooral omdat er natuurlijk heel veel mensen op de been zijn. Maar ik heb veel ook nationaliteiten natuurlijk. Ja, maar ik heb ook al gezegd, je kunt je uiteindelijk ook niet echt voorbereiden op een terroristische aanslag bij zoveel mensen. Want dan heb je eigenlijk maar één keuze. Als je daar je laat leiden angst, dan moet je het evenement aflossen.
Maar dan zeg ik op mijn beurt, dan kunnen we wel een heleboel niet meer laten doorgaan. Dan hadden we de Special Olympics ook niet moeten laten doorgaan. Dan moeten we zelfs de eenvoudigste voetbalwedstrijd van de amateurclub nu al gaan aflassen. Want dat kan overal gebeuren. Als je ziet naar kijkt naar verschrikkelijke aanslagen die we de afgelopen alleen al weken weer her en der in de wereld zien. Ja, met alle respect, in een restaurant kan je ook nu van alles tekeer gaan. Hè, om eens te verwijzen naar wat een Dakar is gebeurd. Dat is allemaal heel erg vreselijk. Wij zijn, en dan heb ik namen over mensen bij politie en andere veiligheidsdiensten, zijn daar goed mee bezig. En daar moet je het ook op vertrouwen. Het beste wat je hier kunt doen, is bij voorkant zoveel mogelijk te verijdelen. En op het moment zelf moet je genieten van het evenement en dat kan ook. Precies. Moet ik me voorstellen, is er dan dagelijks overleg of een paar keer per dag overleg over dit soort onderwerpen? Nou, niet met mij, want dat heeft weinig zin. Nogmaals, we hebben geen concrete aanleiding om nu iets te veronderstellen. Je moet er rekening mee houden en het belangrijkste is dat de nationale veiligheidsdiensten samen met hun collega's in Europa goed contact houden. Dat zie je ook bij aanslagen die zijn verijdeld, en zelfs die zijn geweest. Mm-hmm. Het meeste goede werk wordt echt verricht door de veiligheidsdiensten samen met de politie. Iets verijdelen, iets voorkomen, dat is sowieso een goed motto, is altijd beter dan te gaan sturen op het evenement zelf. Want ik heb geen duizenden politiemensen extra en ik zeg heel eerlijk tegen alle Nijmegenaren, alle bezoekers, het helpt ook niet. Dat kun je niet verijdelen, dat hebben we ook eerder gezien. Dus laten we ons leven daar ook niet te veel door laten leiden. Zelfs niet als de koning komt? Nee, die wordt natuurlijk zelf, zoals dat hoort bij bepaalde mensen, persoonlijk natuurlijk goed bewaakt. Maar het is geen reden om te zeggen op die vrijdag, we gaan nu allerlei dingen in die stad op zijn kop zetten. En mensen kunnen bij wijze van spreken niet meer naar de intocht komen kijken. Zo zal het niet gaan. Het wordt een open en vrolijk feest wat mij betreft. En alles wijst erop dat dat ook kan. Mooi dat de koning komt, toch? Dat is een hele grote eer. Ik vind het ook hartstikke mooi. Ik weet dat hij zijn vakantie erop voor onderbreken, omdat hij zelf ook de inschatting heeft gemaakt. Dit is een heel bijzondere editie van de Vierdaagse en we verheugen ons er enorm op. Zijn deelname was misschien leuker geweest. Ja, dat moet hij hem zelf maar vragen bij gelegenheid. Daar heb ik geen oordeel over. Nee, ik spreek hem niet elke dag, dat scheelt. Ja, ik ook niet hoor, dus zijn dochter deed overigens onlangs mee aan een of ander ruitertoernooi weer onder een schuilnaam. Dus toen dacht ik er wel weer even aan. Maar okay, u heeft geen signalen dat er mensen meelopen? Nee, niet dat ik weet, maar dat hoeven ze mij ook niet allemaal te vertellen hoor. Dus ik vind ook, mensen hebben ook recht op hun privéleven hoor. Ja, precies, zo is dat. Ja, en dan gaat het maar gebeuren, hè? Het wordt vast heel erg mooi en het zal ook de bekroning worden van überhaupt natuurlijk een fantastisch evenement in een jaar. Als ik nog even terugdenk aan de Giro en de Special Olympics. En ondertussen hebben we ook nog de Green Capital binnengehaald. De Vierdaagse wordt natuurlijk helemaal de klapper die alles helemaal mooi zal gaan maken. En dan? Gaat Nijmegen even een soort van zomerrust? Altijd, hè. Nijmegen zeg ik altijd, daar gebeurt van alles, maar de laatste week van juli en de eerste week van augustus, met name die twee weken, dan moeten we even herstellen. En dat is ook terecht, hè, want ik zeg ook nog een keer, nu al, als je beseft hoeveel duizenden mensen, professionals en vrijwilligers, betrokken zijn bij de Vierdaagse, de marsen en de feesten. Niet voor niets zijn de eerste weken daarna moeten ook al die mensen van veiligheid, politie, maar ook brandweer, die hebben ook recht op even een paar dagen rust. Je kunt niet 52 dagen in het jaar dit soort evenementen, los van alle andere werk wat ze hebben te leveren, blijven organiseren. Dan moeten we ook even een stapje terug doen. En dat gaan we dan ook doen. En dat gun ik ook iedereen. De burgemeester ook? Die moet altijd thuis flink afgeremd worden, want anders blijft hij maar doorgaan. Maar ik ga het zeker proberen. Een paar weken vakantie zitten er gelukkig in een nap. Daar gaan we vreugd op. Mooi. Dat is een mooie vakantie. Dankjewel. Dankjewel. Jullie ook, hè. Tot ziens.